Hallo beste kijkers, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag ben ik weer in mijn dierentuin. En ja, ik ga weer nieuwe dierenverblijven bouwen en aankondigen welke er nog gaan komen. Hier voor ons zien we het verblijf van de emus. Het zijn een soort struisvogels. En die heb ik twee stuks hierin. Waarschijnlijk komen er vier. Maar ik zat wel te twijfelen of ik nou hier emus in ging plaatsen of panters. Maar ik denk dat emus wel de beste keuze is. Laat even in de reacties weten wat jullie een leuke keuze vinden. Emus of panters of een ander leuk dier. Ze hebben deze ruimte tot en met hier. En ze kunnen hier naar binnen. En ze kunnen hier omhoog klimmen door hier en dan hier weer naar buiten. Dus dit is het verblijf. Dus laat in de reacties weten wat de beste keuze is voor dit verblijf. Zoals jullie wisten was het pinguïnverblijf al helemaal klaar. Dit is het eindresultaat. Maar die hadden jullie al waarschijnlijk een video van gezien. En ik heb hier nog even van die leuke lantaarns neergehangen. Hiernaast heb ik ook weer flink gebouwd. Hier heb ik een verblijf gemaakt van coyoten en beren. Dat is ook echt een super mooi verblijf geworden. Ja, en we hebben ook nog iets leuks aangebouwd beneden. Dat ga ik ook nog even laten zien. Ja, ik heb echt een hoop gebouwd de laatste tijd. Zoals jullie wisten had ik nog geen olifant in het park. En ik dacht, dat is wel leuk om olifanten te hebben. Dus ja, bij mijn bungalow gedeelte, waar de bungalowhuisjes komen en de villahuisjes, heb ik al een stukje gebouwd. Dit is het verblijf van de olifanten. Kijk, het verblijf van de olifanten en tegelijkertijd een mooie bungalow villa. Zo, dit is de bungalow villa van de binnenkant. Oh. Ja, ik vind het gewoon een superleuk idee dat je in een huisje zit en dat er dieren tegelijkertijd zijn. Oh, wacht even. Dus het is gewoon een leuk idee dat je gewoon je dieren vlak bij je huisje ziet lopen. En ik wil meer van zo'n huisjes maken, maar dan verschillende huisjes met verschillende diersoorten. Dus laat ook zeker weten wat jij als dier bij je huisje zal willen zien. En dan ga ik dat ook in mijn dierentuin bouwen. Nou, dit is dan van de bungalow de slaapkamer. En hier heb je nog een mooi balkon. Dus dan kan je lekker naar de zonsondergang kijken en naar het prachtige verblijf van de Afrikaanse olifanten. Oké. Eens even kijken of we nog meer nieuwe dingen hebben om te laten zien. Zover ik weet heb ik tot nu toe geen nieuwe dingen meer om te laten zien. Dus ja, dit waren de nieuwe verblijven. Ja, ik ben zeer benieuwd welke jullie het mooiste vinden tot nu toe. Het pinguïnverblijf, ja, dat blijf ik nog echt mijn favoriet vinden. Maar ja, dit verblijf van de coyoten en de beren vind ik ook wel weer vet. En het olifantenverblijf met het huis erbij vind ik ook echt super vet. Want ja, dat is gewoon echt een mooie bungalow gedeelte. Dus daar hier op dit gedeelte waar je de olifanten ziet en het bungalowhuisje komen er nog veel meer bungalows. Laat in de reacties ook weten welke bungalows, hoe ze eruit moeten zien ongeveer. En dan ga ik proberen of het ook in een beetje in een Afrikaanse stijl kan. Of gewoon in een dierentuinstijl. En dat er dan ook dieren omheen kunnen lopen, net zoals hier. Dus ik ben echt zeer benieuwd wat jullie nog in petto hebben voor leuke dieren. Voor het verblijf hier had ik platte grond neergezet van het park. Maar die heb ik helaas moeten afbreken omdat die te groot was. En ja, je zag bijna niet meer wat erop stond. Dus
De plattegrond gaat nog nieuw komen weer. Ik ga weer een keer een nieuwe maken. Maar dat ga ik pas doen als het park helemaal klaar is. En ja, hier wil ik ook nog dingen gaan plaatsen. Maar ik weet niet wat leuk is. Misschien wat bankjes of prullenbakken en bankjes misschien hier. Of een leuke waterval, ik weet nog niet. Dan mag je ook in de reacties laten weten. Dan kies ik de leukste reactie uit. Ja, hier komen waarschijnlijk nog bomen of iets. Ik weet niet. Ja, hier heb ik allemaal plantjes geplaatst. Dat is wel leuk. Maar ik wil niet overal bomen en planten hebben. Ik wil ook een beetje andere decoratie hebben. Ja, en hier heb ik een dubbele pad. Zoals je kunt zien van hier. En hier. Dus je kan zo langs het emu-verblijf. Emu, ja, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Emu volgens mij. En op dit grote vlakte gedeelte wil ik een nijlpaardenverblijf gaan maken. Verblijf van. Een nijlpaardenverblijf gaan maken. Zo, ik kwam bijna weer niet uit mijn woorden, sorry. Dus hier komen nijlpaarden. Ja, en daarachter zie je alweer een stuk van het nieuwe gedeelte. En hier wil ik een carousel gaan maken. Dus een draaimolen met, die gewoon een beetje zo ronddraait. En daarnaast hebben we hier alvast een ingang voor de souvenirshop die gaat komen. Er is nog niet echt veel te zien aan de binnenkant, maar ik kan wel even laten zien. Oh, wacht. Dit is het verkeerde. Hier komen wc's te staan. Even kijken. Hier komt de souvenirshop. Dus hier gaan we een souvenirshop maken. Of trouwens een restaurant. Dat kan ook. Want ja, we hebben niet voor niks dit hier gemaakt. Een restaurant. Even kijken. Ja, en wat daar nog allemaal gaat komen, dat is nog een verrassing. En hier tegenover het verblijf van de stekelvarkens en de vogels komt natuurlijk nog een show. Dus hier wil ik een dierenshow gaan bouwen. Ook daar heb ik misschien wel leuke ideeën van nodig, hoe ik het kan bouwen. Ik heb wel een beetje al een idee, maar ik ben wel benieuwd naar jullie ideeën ook. Ja, en dit blijft nog wel hetzelfde. Hier zitten de toegangs. Ja, hier is ook nog een leeg stuk. Hier ga ik waarschijnlijk een terrasje maken of zo. Met wat leuke dingetjes erbij. Terras of een winkeltje in ieder geval. Dat je dan tussen de dieren hier een attractie hebt. Dieren en een leuk winkeltje of iets. Oké, nu weten jullie een beetje hoe mijn bouwplannen zitten voor het park. Ik probeer ook van de stukjes wat ik ga bouwen ook weer video's te maken. Hoe ik het bouw en dit was de video voor vandaag weer. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de video. Doe zeker de blauwe duimpjes omhoog en abonneer mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Tjallas! We'll be right back.